Hier denk je gewoon, oh my god, ik kan persen. Pers gewoon. Precies, wat... Pers gewoon. Just a reminder. Hi, ik ben Selma Omari. En ik ben Marwa Omari. Ik ben Redda. Ons zie je nu in Selma op mijn manier. En we gaan er samen naar kijken. Ja, wij zaten gewoon casually gewoon... Te juicen. Ja. Maar vonden jullie mij zielig? Ja. Nee, ja, nee. Jawel, ik wel. Ik dacht, het is gewoon partner. Ik heb jou nog nooit zoveel pijn zien hebben. Ik weet niet. Ik dacht, oh ja, doorgaan. Je wilt het heel graag. Dus dan moet je ook door die pijn heen. Kijk dat broodje. Chilling op je buik gewoon. Ik werd weer een beetje mezelf. This is me on the weekend. When I have nothing to do. Hi. Oké. Maar wel een nice hi. Ja, echt. Het was voor het eerst dat ik iets heb gegeten, hoor. Ja, sinds 3 uur 's nachts. Mijn god. Ik ga zo meteen mijn dochter ontmoeten. Van nu, ik vond het tot zo aan een paar uurtjes zo, ga ik haar voor het eerst zien. En daar ben je niet alleen heel benieuwd naar, maar je vindt het ook gewoon spannend. Nee, I'm not ready. Nee, eerlijk nee. Ik vind het echt spannend, man. Ik ben heel benieuwd hoe ze eruit ziet. Haar eerste hel. Zeker niet haar laatste. Ja. She's high right now. Nou, ik vond het ook echt spannend. Ik vond het heel emotioneel. Dit is de meest spannendste date die jij ooit gaat hebben in je leven. Ja. Maar dat weet je pas als je weet dat die date eraan komt, snap je? Mm-hmm. Het is gewoon super spannend. Het is wel gek, want zometeen is ze eruit en dan is zij een soort van... Nooit een betere date hebben dan deze. Tenzij er nog eentje komt. Het is je mooiste ontmoeting in het leven, geloof ik. En ik vind dat gewoon spannend. Dat dit op beeld is. Wel mooi eigenlijk. Ja, ik wou net zeggen, mooi vooral eigenlijk. Ja, puur omdat ik dit altijd als herinnering heb gewoon. Altijd. En zij ook. En dat vind ik heel leuk voor haar. Mijn moeder vindt het natuurlijk erg om mij met pijn te zien. En zij was gewoon passages van de Koran aan het opnoemen. Weet je wat ik hier voelde? Een gevoel van verantwoordelijkheid. Dat ik haar op moest voeden als een goede moslima. Ja. Een pure ziel. Je hoopt ook natuurlijk dat dit gewoon ook goed gaat. Nee, de verantwoordelijkheid hier, ik dacht klaar man. Het is al aan mij gewoon. Ja. En het enige wat ik dacht, misschien is dit een gevoel die te vergelijken is met wat ik zo met mijn kind ga hebben. En die verantwoordingsgevoel ga je voor je leven houden gewoon. De ruggenprik ging langzaam maar zeker uit mijn systeem. En toen was het tijd om te persen. En ik dacht, als er een moment is dat ik al mijn kracht moet verzamelen en het met moeite uit mijn grote teen moet halen, dan is dit echt het moment. Dan pak je een hele diepe lucht. Diep oplicht en dan duw je naar de onderkant. Ik heb een borst. Dan gaan meisjes het super goed. Ga door, ga door, ga door. Laarsje uit. Rijdt de diepe lucht. Gelijk weer op die onderkant persen. Goed, trek me goed aan je benen, echt goed bij je knie. Knap hoor. 18 minuten. Gek hè? Kunnen we gewoon even hier naar kijken? Zonder. Zo, blaasje uit weer. Diep op lucht. Zo, kijk weer achteraan. Zo, zet hem de kracht op. Ga door. Dit is dus eigenlijk niet het heftigste pijn dat je hebt gevoeld. Nee, dit is ontlading. Hier denk je gewoon, oh my god, ik kan persen. Pers gewoon. Precies, wat... Pers gewoon. Iedereen zegt altijd, ja, ring of fire, dit. Toch? Nee, ik voelde daar niks van. Marwa die was echt met grote ogen naar de hele spektakel aan het kijken. En die wou het filmen. Ja, ik kan. Ja? Ik denk niet dat ik het heel smakelijk vind. Ik nog steeds niet, trouwens. Ik heb het teruggezien. Ja, je mag het dan nog wat filmen. Je kan het altijd verwijderen. Als je het... Ja, anders zou ik spijt hebben dat ik het niet zou hebben. Jij hebt mij content, Marwa. Oké. Auntie patiently waiting gewoon. Ga verder persen tot die kleine is. Er komt zo meteen een moment dat tegen je zegt... Marwa had echt alles in full glory. 4K beeld gewoon. Het was heel kort, maar het voelde voor mij ook zo lang daarbuiten. Ik dacht echt van, when can I enter? Niet persen. Gewoon met je hoofd maar even liggen. Ik voel het hartstikke goed. Maar ze zei tegen mij een uur. Het zijn Jos, hè? Had je zus persen? Ja. Je mag gewoon persen. Goed, maar blaas je het weg. Blaas maar weg. Blaas het weg. Blaas het. Kom, Sonny. Daar komt ze. Kom maar met je handen. Nog één keer, baby.
En ze zei, kom maar met je handen. Begon ik te huilen. Haar eerste huil ga ik nooit vergeten. Zo luid. Ze heeft zichzelf echt geïntroduceerd gewoon. Ah, these questions. En ik had haar nog niet eens echt goed gezien. Ja. Yeah. Kom maar met je hand, droog ze maar lekker af. Even op je buik stiek hoor, of je daar alle toppen van je af zou doen. Ja, dit was zo speciaal. Ik vond het echt een Ik was zo blij. Ik heb nog nooit zo een blijdschap gevoeld gewoon. Ze is groot. Ze is hartstikke mooi, is ze. Nog meer. Ze is zo veranderd, want zo ziet ze er niet meer uit. Ik lijk een little alien dan. Eén moment dat je er zo diep in de ogen kan kijken voor de eerste keer, hè? Echt onze grote vriendin. Het moment dat... Ja, man. Kleine diva. Het moment dat ze haar op mijn borst hadden gelegd, dat stopte gelijk met huilen. Kijk, ze maakt geluid, maar ze huilt niet. Nu ze huilt, maar ze heeft geen tranen. Ja, twee druppels water. Twee druppels water. You won. Je gaat het echt mooi vinden om te zien. Oh, je bent daar echt wel proud, hè? Ik dacht echt dat ik geen band of zo zou voelen, omdat ik het niet voelde met je zwangerschap. Omdat ik dacht, er zit een alien. Ik ben direct verliefd geworden. Hoe vond jij het om de navelstreng te knippen? Ja, heel vet. Hartstikke goed. Wat dacht jij toen je haar voor het eerst zag? Ik was gewoon blij. Ik dacht, oh my god, we hebben echt op je gewacht. En je bent zo welkom. En... Oh my god. Ik hou zoveel van haar. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n euforisch gevoel gevoeld als toen. Ik wist gewoon op dat moment, dit is onvoorwaardelijke liefde. Dit is gewoon waar mensen het over hebben. Dat is echt facts. Ja. Unconditional love gewoon. Ze heet Amaya. Such a beauty, you did amazing. Ja, Marwa echt, kudos. De liefste baby en de knapste baby. Kijk, ik was zo blij. Ja, echt. Kijk hoe trots je naar haar kijkt ook. Zo verliefd. Het is gebruikelijk binnen het islamitische geloof dat als een baby geboren wordt, dat je het oproept tot gebed in het oortje van de baby influistert. Oh, dat vond ik ook echt heel... Ik vond het spannend, hè? Ik vond het echt... Ik heb dat nog nooit gedaan. En... Kijk hoe ik zat te huilen. Rida is the closest to me als het gaat om een man die strikt met zijn religie bezig is. Je bent eigenlijk een soort peetvader, ja. Ja, ja, zo zie ik het ook eigenlijk. Kijk, Marwa. Ja, eigenlijk... Ja, daarom. Dus echt voor mij mooi. Was het niet meer dan... Oh my god. I'm not even embarrassed, because I cry for my niece. Yeah. Ik heb echt... Ik weet dat iedereen het zegt over zijn eigen kind, maar ik, volgens mij heb ik echt de leukste kind ooit. Ze is zo leuk. Amaya is zo lief. Ze heeft zoveel karakter. Ze is zo pittig. Nu al... Ze houdt van praten. Ze heeft echt haar eigen wil. Ja. Zo erg. En ze weet wat ze leuk vindt. Laatst was ik ook bij Cel thuisgekomen en toen zag ik haar in Cel's arm en zo content. Ja. Ik dacht, dit is precies wat jij wil, hè? Als je er zo vasthoudt terwijl ze naar iedereen kijkt en dan zit ze echt zo, net een maffiabaas. Ze is zo bewust, echt. De verpleegkundigen die zeiden ook allemaal in het ziekenhuis, ze kijkt zo wijs uit haar ogen. Ik zei, ja, duh, it's my daughter. Ze heeft zoveel levenslessen in de tummy gekregen. Ja, echt.